ben Bart de Pree van Koffiebranderij de Pree, merknaam Viva Sara. En samen met mijn broer zijn wij de opvolgers van onze ouders, dus eigenlijk de eigenaars en bestuurders van de firma. Uw activiteit betreft zowel de B2B als de B2C. Mm-hmm. Kan u daar een woordje uitleg over geven? Ja, de firma is allemaal begonnen met B2C. Dus een winkel in Kortrijk, een kleine winkel waar mijn vader eigenlijk gestart is met de eindverbruiker te overhalen van kijk, onze koffie is beter dan die andere. En zo is dat uitgegroeid eigenlijk ook naar de horecazaak. En dat onze hoofd nu eigenlijk wel B2B is, vooral naar de horeca toe, hotels, restaurants vooral. Maar dat wil ervoor niet zeggen dat B2C niet meer belangrijk is. Want bijvoorbeeld achter mij ziet u hier ons laatste nieuw project. Dat is een koffiehuis hier op de Grote Markt in Kortrijk. Wat eigenlijk een nieuw project is van mijn broer en ik. Koffie serveren en verkopen naar de eindklant, eindverbruiker dan toe. Ja. Wel, dus in Vechten, het productiebedrijf waar de stockage, productie en ook de volledige logistiek gebeurt naar het B2B verhaal. Daar werken wij met 8 mensen en hier in de vestiging in Kortrijk zijn we met 9 mensen in totaal. De webshop is er eigenlijk gekomen. Het idee was gewoon om op vraag van de klanten meer te kunnen aanbieden. Het is gewoon zo, we hebben ons klantenbestand B2B is iedere maand nog aan het groeien, gelukkig. Daar moeten we hard voor werken. Maar we kregen meer en meer de vraag van de eindverbruiker die ergens een koffie of een thee gedronken had van ons, van waar kunnen wij dat kopen? En omdat onze focus vooral naar de horeca is, hebben wij niet echt verkooppunten. Dus vroeger gebeurde het dan, mevrouw, u kan een mailtje sturen, ik zal u een factuurtje opsturen, betaalt u het, krijg ik het op mijn rekening, dan stuur ik u een postpakketje op. Maar ja, dat is niet altijd gemakkelijk. De mensen kennen nu niet echt, ze kennen wel de naam, maar soms is er een beetje wantrouwen. Dus dan was voor ons de logische stap webshop, waar een totaal betaalmodule aan gekoppeld is. En dat geeft toch wel een bepaald vertrouwen van ons naar de eindverbruiker toe en van de eindverbruiker naar ons toe. Dus nu gebeurt dat allemaal automatisch. De eindverbruiker kan bestellen op de site. Hij kan betalen via een verzekerde betalingssite. Ogoni werken we nu. En ik krijg automatisch een bericht binnen in het boekhoudpakket dat deze order betaald is. Dus ik moet gewoon klik, alles wordt weg en alles wordt opgevolgd. En ten tweede dan ook, ja, het is een soort van online catalogus. We kunnen zowel naar onze B2B-klanten zeggen van je hebt informatie nodig over een bepaalde theesoort, ingrediënten, de samenstelling. Je kan alles terugvinden op onze webshop of e-catalogus. Zowel de eindverbruiker, hier in de winkel wordt het ook gebruikt. Zij kopen een bepaalde theemengeling of een bepaalde koffie. Dan hebben wij per koffie een pdf-file op de website of de webshop staan. Dan kunnen ze volledige informatie van de koffie of thee of andere producten terugvinden. Worden jullie gemakkelijk gevonden? Wij worden zeker gemakkelijk gevonden, want er zit ook per pagina kan ik dus vooral de website kan ik per pagina enkele trefwoorden inbrengen. Ik moet eerlijk zeggen dat de functie heel goed werkt, want we staan toch meestal altijd bovenaan. Mag ik daaruit concluderen dat u de website en de webshop eigenlijk beschouwt als een nieuw kanaal om meer omzet te realiseren? Ja, klopt. We zitten wel nog maar in de beginfase, maar we zien er wel een groeien en wij weten dat we daar nog veel werk tot zeker een nieuw potentiële cliëntelen kunnen uithalen. Ja. Waarom specifiek heeft u voor Kluwe gekozen? Wel ja, het heeft eigenlijk. We hadden een nieuw softwarepakket nodig. We zaten vroeger met een ander boekhoudpakket. Maar we zochten naar een meer volledig pakket. Daar hebben we bepaalde firma's aangeschreven met een opdracht om vooral de traceerbaarheid. We zitten in een voedingsbedrijf, dat is heel belangrijk voor het FAVV, het Voedselveiligheidscentrum, om een volledige traceerbaarheid van de inkomende producten en uitgaande producten te kunnen volledig traceren. Zowel in producten die gewoon binnenkomen en buiten, maar ook in het productieproces. Dus we hebben bepaalde firma's aangeschreven, jullie kwamen er als beste uit. Dus hebben wij gekozen voor Kluwer, vooral het administratieve gedeelte. Dat was heel sterk en ik heb er nog geen seconde spijt van. En zo zijn we dat verder gaan uitbreiden met meerdere modules, tot we nu het laatste module bijgenomen hebben van de webshop.
begrijp ik daaruit dat de integratie tussen enerzijds de administratie van de Kluwe software en anderzijds van de website en de webshop een heel belangrijke rol voor u heeft gespeeld? Jazeker. Als we dan de beslissing genomen hebben om toch naar de webshop en de e-catalogus te gaan, dan was het heel eenvoudig, een heel eenvoudige stap. Alles was eigenlijk al opgeslaan in het administratief pakket. Dan is het gewoon de link leggen naar de webshop en alles wordt automatisch aangepast. Mijn formules, mijn samenstellingen van producten is gebaseerd op de inkoopprijs. Verandert morgen één inkoopprijs, de formules werken door, verkoopprijs, en wordt automatisch aangepast aan de webshop. Dus ik moet maar aan één ding denken, ik mag niet vergeten de aankoopprijs te veranderen. Al de rest volgt zichzelf op. Dus omdat alles in één pakket is, kan alle software draaien vanuit de server. Ik moet gewoon een verbinding maken met onze server en ik kan alles aanpassen. Dus ik moet niet denken, ja, ik moet dat pakket, dat pakket, dat pakket. Alles zit samen. Zit ik het zaterdagavond 's avonds thuis en ik denk eraan dat, oei, ja, dat stukje is niet meer binnen. Ik kan me aanloggen en ik kan onmiddellijk de webshop laten aanpassen. Denken uw medewerkers daar ook zo over? Ervaren zij onze software als gebruiksvriendelijk? Ja, ja zeker. Sedert dat wij veranderd zijn, is iedereen heeft een opleiding gehad. Dat was ook heel belangrijk in de beginperiode. Een goede opleiding. Die hebben wij doorgegeven aan alle mensen die werken bij ons. En iedereen is enorm blij en het is gemakkelijk te gebruiken. De communicatie naar elkaar toe. Ja. Wel, ik dacht wel dat dat meer werk zou zijn. Een webshop opvolgen en al die dingen. Maar ik moet eerlijk zijn, omdat het zo gemakkelijk werd, komt het eigenlijk wel in ons voordeel. Ten eerste, de opvolging is zeer gemakkelijk. Het is gewoon klik, klik en alles wordt doorgestuurd. En ten tweede, ook voor de vertegenwoordigers, spaart het wel een hoop werk. Of toch een deel werk. Vroeger moest je daar een mailtje voor opstellen, catalogus samenstellen, catalogus afdrukken, afleveren of mail. Nu kunnen we eenvoudigweg zeggen van kijk, ga eens kijken naar onze webshop. Alles staat erop, ingrediënten van alle koffies, alle ingrediënten van de theemengelingen. En de klanten kunnen eigenlijk zelf gaan surfen en bepalen welke informatie ze willen. Dus daar sparen we wel één commercieel persoon, een intern commercieel persoon, om dat allemaal op te volgen. Als je voor dergelijk project kiest, is service ook belangrijk. Ja. Kan u misschien even uw ervaring met onze service desk toelichten? Wel ja, dat is eigenlijk wel een van de desken waar ik heel, ja, heel graag naar bel. Maar mag ik ook niet zeggen, want dan heb je meestal een vraag of een klein probleempje. Maar ik moet eerlijk zijn dat ik altijd perfect geholpen word. Kunnen ze niet onmiddellijk antwoorden, dan krijg je daar een bericht van en wordt dat onmiddellijk opgevolgd. Dus, het is iets waar ik heel graag mee werk. Ik heb niet veel problemen, dus ik moet niet veel bellen. Maar als het nodig is, dan word ik altijd zeer goed geholpen. Dan moet ik eerlijk zeggen dat dat heel goed helpt. Het is heel belangrijk om ook te weten dat er, ja, mensen met kennis achter de desk zitten. Zij kunnen onmiddellijk helpen, dus ik ben daar heel tevreden van. Ja. Hartelijk dank voor uw getuigenis. Met veel plezier, dankjewel.